Rifjach natuurlijk. Moest de heen Hello Desert met de Nurse of the Guide. Oké. Nee, we hebben nog geen Hello Desert. Wat mis ik nou nog voor de tinkerer? DPS meter, dat is volgens mij een gekocht ding als ik het goed herinner. Ja, 5 van de Traveling Merchant. Staan. Ik wil op het gemak even wat drinken. Ik weet wel even rustig kunnen doen. Een beetje uitbreiden. Vuurtje.
Zo. We beginnen al een redelijk lange bos erin te krijgen. Ik denk alleen dat ik hem dadelijk nog hoger moet maken, eerlijk gezegd. Even kijken. In jojo. Was dat Cascade? Oh, underworld. In or near the underworld after Skeletron has defeated. Oké, dus dat gaat nog niet. Weller. Locked gold chest fout in a dungeon. Oké, dat zijn we ook nog niet. Code 1. Traveling merchant. Okay. Oh ja, helemaal hoeft niks speciaals te zijn, toch? Even kijken. Pickaxe. Een paar en dan al. Ja, oké. Dat is allemaal niks. Oké. Hoeven we dan voorlopig even niet uit te kijken. Mm-hmm.
Nah. Lessen met een glowing mushroom. Glowing mushrooms hebben we wel een paar. Anders ga ik die altijd bij halen. Kijk, hoppakee. Borg of alchemy table. Oh. Even een place bottle maken hier. Daar. Dat is gewoon een healing push, mushroom gel en twee bottles. Mushroom, die hebben wel wat. Shell hebben we ook, dus op zich. Niet direct mee te nemen, zo.
Shopping station. Underground cabins in the jungle. Okay. Oké, dat is wel een belangrijk detail trouwens. Even misschien een stukje arena afteken. Daar is je al weg. Oeh, crap. Dus ik moet dat... Uf. God. Deze arena hebben we niks aan. Hier, tenminste niet. Ik kan beter dit stuk afbreken. Niet of we die spawnen als we hier komen. Ja, voor de rest kunnen we het wel weer gebruiken. Kan ik beter een aparte daar hier achter ergens maken. Ik wil dan wat lager laten gaan. Hier bijvoorbeeld. Dat is wel een goeie.
Zo, dan kunnen we die mooi dan neerhangen. Verlies. Ach. Zo dan. Even wat bompjes weghalen. Zelfs hier dit gaan doen nu. Dat was verwachten dat een keer misging. Het was er zo vaak net goed gegaan. Zo, kijk. Dan hebben we daar een stuk minder last van. Ik denk dat ik te ver ben. Oh, precies boven de bom. Maar dat is ook een makkelijk meetpunt. Thank you.
Nee, dat is lastig. Veilig. Twee veilig. Ja, perfect. Even dicht. Straks wel allemaal weer weggehaald, maar in ieder geval het begin van een een tweede arena. Schroom zullen we niet tellen als buff, hè? Hoezo zit daar geen duration op? Zo. Oké. Echt van alles al, hè. Dat gaan we toch niet aandoen. Best defense is best wel wat. 3, 2. Ik kan beter die chest aan doen. Zo, crown kunnen we dan weer niet op. Oh, dat is wood en wood.
ga weg. Nou, in ieder geval meer dan ik had. Ik heb toch geen set bonus omdat ik die Shadow Helmet op heb. Weet je dat ding? A tentacle spike. Een pre-hard mode melee, hè? Iets als Souls Devourer. Meer een Facebook. Ah, iets als Souls en Devourer. Ja, oké, daar heb ik hem.
Even kijken of dat op de daybreak nog wat komt. En anders gooien we de stream ook alweer uit voor vanavond. Is toch niemand? Dan ga ik dadelijk verder overdag met poepjes kappen, die arena in orde maken en zo. Dat is op zich niet heel spannend voor stream natuurlijk. En we ons gaan klaarmaken voor de Eater of Souls. De tijd nu wel met minuten. Ja, dat liep de... nou weet ik het verschil. De tin laat ieder half uur zien. De gold zal iedere keer laten zien of zo. En de platinum laat iedere minuut zien. Daar zit het verschil. Zo, we zijn 's ochtends, dus we gaan toch niks doen. Dan gaat deze jongen ermee stoppen voor vandaag. Ik ga nog even verder de arena op gemak offline doen. Dan kan ik in ieder geval lekker de headset af. En dan een filmpje nog even aanzetten voordat we bedje inkruipen.